In een verzorgingshuis in Laren is gisteren John Kraaikamp senior overleden. Hij werd 86 jaar. Kraaikamp was decennia lang een icoon in de wereld van amusement en kunst. De afgelopen jaren verscheen John Kraaikamp weinig meer in het openbaar. Hier nog wel, samen met zijn zoon, om zijn 85ste verjaardag te vieren. Kraaikamp werd bij het grote publiek bekend als komiek, maar hij was veel meer dan dat. Zo vertolkte hij ook Shakespeare. Hij was succesvol op televisie, in films en in het theater. Hij hoefde maar op te komen of de zaal lag al dubbel. John Kraaikamp. Begin jaren 50 nog solo, tot hij Rijk de Grooijen ontmoette. De komiek en de aangever Johnny en Rijk, een onafscheidelijk duo. Wij hopen dat onze samenwerking als zodanig meemaakt. Dat een algemeen grappig succes. Het werd een lange samenwerking met grote successen in de jaren 60 en 70. Kraaikamp had ook een eigen carrière als serieus acteur op het toneel, het klassieke toneel. Vertolkingen waarmee hij critici de mond snoerde. Opnieuw succes had hij met Het Zonnetje in Huis. Ik ben cowboytje aan het spelen met Arnoudje. De populaire tv-serie waarin hij samenspeelde met Martine Bijl en met Johnny Kraaikamp junior, zijn zoon die hij al jong het vak leerde. Fantastisch. Ik ben erg trots op. Een klein... Amsterdams straatschoffie uit een arme familie, zo kunnen we dat rustig zeggen. Ik begin het boek ergens met dat niemand zou kunnen beweren dat Jan Hendrik Kraaikamp is geboren met een gouden lepeltje in zijn mond. En daar heb ik niets te veel mee gezegd. Het was een arme familie. Zijn vader heeft weinig kunnen werken omdat hij onder zijn eigen groentekar terecht was gekomen en daar allerlei problemen aan over had gehouden. Dus er werd helaas geleefd grotendeels van de steun. In een tijd die natuurlijk ook niet makkelijk was. Hij is geboren in 1925. Dus kort daarna begon de crisis. Kort daarna kregen we alweer de oorlog. Dus een turbulent leven. Een turbulente jeugd. Ik denk dat dat ook in zijn hele personage, in zijn hele persoon te zien is. Dat hij heeft het niet makkelijk gehad vroeger. Hé, hey, Kraai! Je hebt van de steun, hè? Liepen die jongens erachteraan. En dan had je van de steun tussen je kleren. Kreeg je ook ondergoed. Maar die kreeg je niet van de school, die kreeg je van het leger des heils. Een echt gezinsleven heeft Johnny eigenlijk nooit gekend. 3 mislukte huwelijken en het tijdenlang niet mogen zien van zijn kinderen was een van de oorzaken van zijn depressiviteit. Het was zelfvernietiging. Ja, kijk, ik dronk natuurlijk toch tamelijk veel, omdat ik er nou op een gegeven moment dan alles maling had. Dat je er gewoon een streep onder zet. Maar dan drink je natuurlijk, want wat ik moest, dat kan een ander niet meer opdrinken toen de jaren. Maar ja, toen zei ze, moet je gewoon eens jezelf controleren. Moet je eerst bij die AA, dat was pas opgericht, was pas in Nederland. Maar dat is alweer heel lang geleden, hoor, dat ik dat zo had. Wat is AA? Dat is de Anonymous Alcoholicus. Oh ja. Dat zijn jongens die het niet van elkaar willen weten. Ik ben tegen gordijnen dichter. Mijn vader heeft suïcidale periodes gehad. En dat is altijd de schaduwkant van het zonnetje in huis. En ja, dat is sterker geweest dan nu. Maar nu, inderdaad, ligt dat ook op de loer als je niet werkt. Dan neemt iedereen, houdt zijn handen, houdt zijn hart vast, moet ik zeggen. Opdat hij niet inderdaad weer helemaal depressief wordt. Dat is raar. En daarom houdt hij ook zoveel van het werk. En daarom kan hij zich er ook volledig in geven. Omdat het ook, het is ook zijn behoud. No business like show. En c'est parti, mais que c'est des rêves, mais que c'est des matins. Mijn man leefde nog. Ibi-bai. C'est un peu de c'est pas un que sera un type partant. Het is een weg. Jij hebt al een halve dag van me genoten. Meesten zijn anders, ga ik. Alleen omdat ik jou uitkom. Het is niet alleen natuurtalent waarmee hij zijn carrière schrijft. Als hij iets doet, lijkt het allemaal alsof het uit de losse pols komt. Maar zijn vakmanschap is ook berekening. Ik
Uiteindelijk heeft je vader ook veel prijzen gekregen. De Johan Kaartprijs, Louis d'Or. Wat zei die erkenning hem? Gouden kalf, ja. Nou, de Louis d'Or, dat was heel... Belangrijkste toneelprijs in ja, het land? Ja. Nee, het leuke was, ik was toen niet in het land. En ik zag een Nederlandse krant. En dan zag ik zijn kop blij. En die foto, ja, die zegt geloof ik wel alles. En het was ook prachtig, Jacques de Fatalist, waar hij hem voor gekregen heeft. Het was uniek. De vroegere komiek Kraaikamp is met deze prijs definitief als toneelspeler erkend. Ik heb maar één keer wat gewonnen, dat heb ik al eens gezegd, met zaklopen als kind. En dit is natuurlijk een verrassing. Hoe belangrijk was dat voor hem? Heel belangrijk. Hij deed net of het in het begin niet belangrijk was, maar het was heel belangrijk voor hem. Het heeft hem ook gevormd tot een heel ander mens. Ja, hoe zo ja, dan? Nou ja, hij was ook veel serieuzer geworden. Weet je, dat drankprobleem dat werd een beetje minder. Dus hij ging echt het grote kader, werd hier het grote toneel op. En dat was natuurlijk niet het snabbelen wat hij deed in het café en op feestjes en zo. Dat was een beetje afgelopen op dat moment. Er woont een koning in het land van Rosa Spier. Het is mijn vader. Het is mijn pa. Het is die ouwe. De ongekroonde koning van de lach. Maar ook een van de mooiste acteurs die ik ooit zag. De rascomediant die alle trucendozen kent. Wiens lichaam soms te zwak is om de kracht van zijn talent, zijn meesterschap te schragen, dat als zeven zonnen schijnt. En enkel door fysiek tekort soms in het niets verdwijnt. Want zijn lichaam, niet de man, is hier de stakker. Kom nou, pap. Hier ben ik. Waar zijn je pillen? Blijf wakker.